Goedemorgen iedereen, welkom bij weer een nieuwe video. Oké, de timer is kan om van voren aan onze deur al het lichtgevende kerstboompje, of ja, boompje. Het is eigenlijk niet zo kerstig, maar wel een boom. Dus, en dan gaan we zetten aan onze voordeur. En ik ga de pompoenen daar weghalen. En dan ga ik ook saus pompoensoep maken van één pompoen. En de andere ga ik aan mijn mama geven, want dat zijn twee gigantische pompoenen. Dus ik ga wel een paar liter soep hebben. Het werkt. Je ziet het nu niet zo heel goed, denk ik, omdat het licht is buiten. Maar ik ga deze aan de voordeur plaatsen. Oké, dan. Dit hebben we hier gezet. Het is wel cute. Zo in die pot van de buxus. En ik had nog zo'n heel oud, ja, je noemt dat, dit ding. En dan dat boompje erin gezet. Yep, love it. Nu is het tijd om pompoensoep te maken. Ik ga dus deze pompoen, zoals je kunt zien, die is heel groot. Die is groter dan mijn hoofd. Ga ik proberen te snijden. Oh, ik hoop dat dat lukt. Ik denk dat ik de andere helft gewoon ga inbrieven. Want ja, anders gaat dat gewoon niet als ik zelfs plaats heb in de diepvriezer. Zullen we zien. Oké, wat ik ga gebruiken voor deze pompoensoep. Natuurlijk pompoen. Een appel, een ajuin, een stukje gember en dan groentebouillonblokjes, peper en zout doe ik ook nog wat op smaak, gewoon als veel proeven. Dan als de soep gaat opdienen doe ik er kokosroom in en gebakken spekblokjes doe ik er ook nog in. Dus dit is alles voor mijn pompoensoep. De pompoensoep is klaar. Het ziet er goed uit, hè? Ik hoop dat het lekker is. Wat denk jij? Ik denk dat dat heel lekker is. Ik zal direct eens beginnen. Dat is goed. Yummy. Yummy. Goedemorgen. We zijn ondertussen de volgende dag. Ik ga vertrekken naar het werk. En Niels heeft verlof. Dus Niels mag lekker chillen. Woep woep. Super fijn dat hij verlof heeft. Ik ben ook wel rond de middag sowieso terug thuis. Maar dan heb ik ook wel nog wat werk op mijn computer. Maar morgen, vandaag is het donderdag trouwens. Morgen is het vrijdag, dan heb ik sowieso tijd om mee te chillen. Kijk er al naar uit. Hey kus. Mentos. Oh, wauw. Goed voor elk. Fresh. Mag ik een? Ja. Dank je. No spawn, by the way. No spawn. Wie weet, hè? Ja, Mentos, als je dit ziet, sponsor ons. We zijn trouwens klaar op kantoor. We hebben nog nieuwe fotootjes ook gemaakt. Allemaal te vinden op totally2.com. Cute, cute, cute. Ben terug thuis. En kijk wat er is geleverd. Je ziet natuurlijk zo niet veel, maar het is onze nieuwe kerstboom van 2,40 meter. Ik ben heel benieuwd, hè? Yay! Milky, ben jij excited voor de nieuwe kerstboom? Ja? En Mups, jij? Oh, nee? Ja? Oké. Ik ga nu even eten, pompoensoepje. En dan ga ik met mijn zus iets filmen voor... Voor school of voor stage, ik weet het niet juist. Dan ga ik erna even doen. En dan heb ik best nog veel werk. Ik heb trouwens kaartjes gekocht, kerstkaartjes. Want ik dacht, misschien is het wel leuk om
ja, kerstkaartjes naar, het zijn er 10, naar 10 van jullie of zo te sturen. Zou ik wel leuk vinden om te doen, om een persoonlijk kaartje te sturen naar de volgertjes. Maar ik ga daar meer over zeggen in mijn vlogmas, denk ik. Dus hou zeker vlogmas in de gaten wanneer dat begint. Dus 2 december. En dan ga ik ook wel ergens zeggen van de 10 die als eerste reageren of weet ik veel wat, dat die een kaartje krijgen. Dus daar heb ik wel zin in om dat te doen. Denk ook in deze periode met corona, dat dat natuurlijk wel fijn is. Dus, oh, mijn soep is klaar. Ik ga nu eten. Het is trouwens echt lekker om in pompoensoep deze kaas te doen. Grana Padano. Deze is trouwens lactosevrije kaas. Allee, dat komt sowieso zonder lactose, bedoel ik die. En dat is echt zo lekker hierin. Eten met Milky, be like. Oh, cute. Fletsen voor iets te krijgen. Hè? Ja, ik fletst echt enkel daarvoor. Hè? Iets te krijgen, hè. Kijk, ik ga jullie heel even laten zien een paar nieuwe dingen die ik bij Ideal of Sweden heb besteld. Ze hebben nu een Black Friday sale van wel 50% korting. En ik heb ook nog een code voor jullie met nog eens extra 5% korting. Ik zal de code hier ergens op het scherm zetten en ook nog eens onder in de beschrijving. Oké, ik heb alle productjes even helemaal uitgepakt. En dit is het eerste. Super cute. Een tasje. Ze hebben dus nu bij Ideal of Sweden ook tassen. Dat is zo'n cross body bag. Of je kunt dat ook natuurlijk gewoon aan je schouder dragen. Je kunt ook de lengte nog verstellen. En dat is echt ideaal. Want je gsm past hierin. Alle kaarten passen hierin. Dus meer heb je eigenlijk echt niet nodig. Er is ook een kaarthouder binnenin. Dus dat is echt wel super handig. En ik vind ook de kleur echt zo mooi. Echt heel cute. Dan heb ik ook nog een pasje gekozen voor je AirPods in te steken. Dat is dit. Ik heb dat in het zwart gekozen. Je kunt dit ook zo dragen rond u. Als je wilt. Maar je kunt ook de ketting ervan afdoen en het aan uw tasje hier klippen. Dan heb ik nog 2 gsm hoesjes, namelijk dit hoesje. Ik heb trouwens alle hoesjes voor de iPhone 11 Pro Max. Maar ik heb zelf nog de iPhone 8 Plus, maar die hoesjes passen er wel rond zoals je kunt zien. Dit is het andere hoesje wat ik heb gekozen. 2 keer met slangenprint. Heel mooi. Eentje met kaki en zwart en eentje met zwart. En dan heb ik nog deze gekozen. Hetzelfde als het hoesje. Dit is zwart met slangenprint. Je doet het open. En dan heb je hier plaats voor je gsm en hier plaats voor al je kaarten in te steken. Dit hoesje komt trouwens met een gewoon zwart met goud. Hoesje erin en dat is magnetisch, dus je kunt dat zo vastmaken. Maar omdat dat magnetisch is, kun je dus elk hoesje van Ideal of Sweden hierin steken. Dus ik doe dit erin als ik naar de winkel of zo moet. Dan doe ik dat toe, pak ik dat mee. Je hebt ook een dingetje om dat rond je arm te hangen. En als ik dan dat hoesje niet wil gebruiken, dan clip ik mijn gsm er gewoon terug uit. Dus dat is echt super handig. Zoals ik al zei, heb ik een kortingscode voor jullie. Dat is TALISALO. En dat geeft jullie 5% extra op de 50% die ze momenteel hebben bij Ideal of Sweden. Dat is allemaal voor de Black Week. Dus shop till you drop, zou ik zeggen. Gebruik mijn code en geniet ervan. Okay. Dat heb je gezegd in de vlog, hè. Dus Niels gaat nog 1 cola drinken en dan niet meer vandaag. Hoeveel heb je er al op? 1, hè? 1 cola, een Nalu, een Monster en nu nog een cola. En hoeveel water heb je gedronken? Ik wil je wel eens niet belachelijk maken op dit moment. Dat is niet belachelijk maken. Je moet gewoon meer water drinken. Ik ben vandaag niet goed bezig geweest met mijn spel.
Oei, sorry. Maar dat komt allemaal goed, want we gaan de kerstboom al opzetten. Ik ga hem in deze vlog gewoon opzetten, uit de doos halen, opzetten. Maar al het versieren en alles wat erbij komt kijken, gaan jullie zien in Vlogmas. Want dit is de laatste vlog die online komt voordat Vlogmas begint. Oké, hij valt echt wel heel groot uit. Dus we gaan proberen om een deel tegen de muur te laten vallen. Zodat we iets kleiner is eigenlijk. Ik ben benieuwd hoe dat gaat. Hè? Ik denk dat niet, eerlijk gezegd. Gaat dat gaan? Ah, oké. De kerstboom staat, de helft is met lampjes en toen waren de lampjes op. Dus goed dat we dat hebben gedaan, want dan kan ik zien om lampjes bij te bestellen dat dan morgen of zo hier is. Ik ga hier ook deze vlog afsluiten. Normaal is dit de laatste. Kan zijn dat er nog een komt voor vlog, dus ik ben niet zeker niet meer. Maar alleszins. Tot in Vlogmas!